Oké, Koen Groen, 22 april, nog steeds op de kampeerdagen van de ANWB. En we zijn hier aan het praten met iemand die Burton sportwagentjes uitverhuurt. En zijn naam is? Mijn naam is Jan Dol en ik ben werkzaam voor Country Camp. Ja. Die jubileert 15 jaar. Ja. En de Burton jubileert een beetje. En wij mixen dit samen tot een unieke aanbieding. Heel leuk. En die aanbieding die is zo uniek dat je voor €600 met zo'n Burton 7 overnachtingen kan doen op een uitgestippelde route. Ja. En dat is ja, voor die prijs, al ga je over het hele terrein kijken, kom je dit nergens tegen. En de route is in Nederland? De route is in Nederland. Die begint ik ga een website aangeven, dus ja, die gaan ze op de website even zien hoor. Ja, die begint in Zutphen bij de fabriek Burton. Daar krijg je een introductie, een rondleiding over hoe zo'n wagen in elkaar gezet wordt. En dan ga je naar Breda, naar de grens. En dan zak je af tot aan de Zwitserse grens. Wat leuk. Allemaal campings. Wat leuk. Zeg maar 250 kilometer per dag rijden met deze auto. Dakje eraf, route nationaal. Ja. He, dus geen gescheur en geen rare uitlaten toestanden. En dan kom je weer terug na 7 dagen. Je komt zo op een camping aan met deze auto. Je kruipt in een tent die volledig ingericht is, waar je nergens mis aan grijpt. En er zit notabene ontbijtservice bij. Dus hoeveel autootjes heeft u beschikbaar? We hebben 2 keer 7 Burtons hebben wij beschikbaar. Ja. En het is een prima autootje. Het is een, op basis van een Deux Chevaux. Dus er rijdt 1 op 20 over de route nationaal. Keurig toch, zou ik zo zeggen. Dus het is rond de €700? Nee, het is niet rond de €700, het is €600. €600? 7 overnachtingen. 7 overnachtingen. Met ontbijtservice. Geweldig, geweldig. Nou ja, gekker moeten we het niet maken natuurlijk. Nee, dit is heel leuk. Dit is heel leuk. Ja. En we hadden het net ook over het milieu. Dit is een milieuvriendelijke actie ook, hè? Dat zijn Deux Chevaux. Absoluut. 1 op 20 rijdt hij. 1 op 20, daar. En ik vroeg u ook even om uw opinie wat in verband met het statiegeld in het Tweede Kamer Hamerstuk wat de woensdag aankomt. Bent u voor of tegen statiegeld? Nou, in principe denk ik als leek dat statiegeld een nuttige zaak is. Ja. En, kijk, ga je nog even hier kijken? Of het gaat zwerven, of het wordt ingeleverd. Ja. En het wordt weer verwerkt. Ja. Recycling. Ja, het lijkt mij dat dat zo moet blijven. Op dit ogenblik komen er rond 50 miljoen plastic flesjes en blikjes in het milieu terecht. In Nederland alleen al elk jaar. Ja. Denkt u dat dat meer of minder wordt? Dat gaat meer worden. Ja, met lijkt afschaffing mij wordt dat meer. Ja, lijkt mij wel. Ja, fantastisch. Ja, dus het lijkt mij een onzinnige zaak om dat af te schaffen. Goed zo. Het is een heel erg politiek getint item in de Tweede Kamer op dit ogenblik. Heeft u nog een boodschap aan de staatsminister Jan-Joop Atsma? Laat ze eerst maar zijn nieuwe regering vormen. Dan kunnen we weer verder praten in die richting. Hartstikke bedankt. Ja. Ik hoop u in de sportwagens te zien. Wie weet doen we het zelf ook een keertje. Gaan jullie goed met jullie actie? Dat vind ik een hele goede zaak. Oh, dank u vrienden meneer. Is er nog een website waar u mensen naar wil naartoe sturen om meer informatie over deze actie? Om die actie? Ja, om uw actie te promoten. Countrycamp site. Die heeft een site www.countrycamp.nl. Dank u wel, dat staat erop. En daar vind je alle informatie. Dank u wel. Dit filmpje komt op www.koengroen.nl. Zo werken we samen. Oké. Okay. Dank u vriendelijk meneer. Komt helemaal goed. Tot ziens, Jan. Salut. Salut. Ja, dit is